moet hij van vooraf aan beginnen. George, je bewoog. Terug naar het begin. Tikkie, ik win. Je bewoog al voordat ik klaar was. Maar volgens de regels mag dat gewoon. Ja toch, George? Nu is Chloe aan de beurt. Peppa en George moeten doodstil blijven staan. Wow. Peppa, jij bewoog. Terug naar het begin. Dat is niet eerlijk. Je keek veel te lang. Volgens de regels mag ik kijken zolang ik wil. Terug naar het begin. George heeft gewonnen. Zullen we nu iets anders doen? Ja, maar alleen als het voor grote kinderen is. Ik weet het. We gaan mijn lievelingsspel doen. Heel volwassen. George, weet jij wat Peppa's lievelingsspel is? Peppa's lievelingsspel is in modderpoelen springen. George, als jij ook wil springen, moet je je laarzen aan. Ik heb ook laarzen voor jou bij me, Chloe. Ik ben echt te groot om in modderpoelen te springen. Oh, ja, ik ook. George is dol op springen in modderpoelen. Eigenlijk zou Peppa ook mee willen springen, maar ze wil groot lijken. Ik hoor dat er hier in modderpoelen gesprongen wordt. Mama en Papa Big zijn dol op springen in modderpoelen. Het lijkt wel leuk. Ja, dat klopt. Ik denk dat volgens de regels grote meisjes ook best in modderpoelen mogen springen. Ja, dat denk ik ook. Wedstrijd! Oké! Peppa en Chloe zijn dol op springen in modderpoelen. Iedereen is dol op springen in modderpoelen. Zelfs grote meisjes. Dat gaat nog steeds niet hoog genoeg hoor, Mama Big. De volgende is voor jou, Papa Big. Dus laat ons nu maar eens zien hoe het echt moet. Verrukkelijk. Goed opletten allemaal. Het geheim van een goede pannenkoek is dat je hem zo hoog mogelijk opgooit. En 1, 2, 3... Hoepla! Malle papa. Oh, dit was misschien iets te hoog. Wat zonde. Dat was de laatste pannenkoek. Oh, geen probleem. Die krijgen we zo omlaag. Oh jee. Papa Big kan niet bij zijn pannenkoek. Geen zorgen, Papa Big. Ik heb misschien wel een goed idee. Kom, we gaan naar boven, kinderen. Volg mij. Wat zou Mama Big toch van plan zijn? Ik tel tot 3 en dan spring je zo hard als je kan op en neer. 1, 2, 3, spring! Waar zijn ze mee bezig? Het werkt. Nu heeft Papa Big ook zijn pannenkoek. Papa heeft de pannenkoek op zijn hoofd. Stroop op je pannenkoek, Papa Big? Ja, graag. 1, 2, 3... Hopla! Verrukkelijk. Mama, papa. Pijn, ik ben gek op tuinieren. De priksteel is een bijzonder stekelige roos. Om ze te snoeien, buig dan eerst de kop en knip dan alle scheuten weg. Oma Big... Peppa, George, jullie horen in bed te liggen. George en ik kunnen helemaal niet slapen. Mogen we mee tv kijken? Nou, misschien worden jullie wel moe hè, van een beetje tv kijken. Wat jij, opa. IJslandse rozen zijn zeer zeldzaam, maar een feest voor iedereen met groene vingers. Al hebben ze wel de neiging om te gaan hangen bij te zachte temperaturen. Ah, wat een saai programma is dit. Opa Big... Kent u nog dat spel? Waarin u ons opgooit en weer opvangt? Tuurlijk. Vooruit, allebei één keertje. Je bent weer gegroeid. Nu is George aan de beurt. Ik weer. Hoger, hoger. Misschien dat opa een beetje moe geworden is. Wacht eens. Laten we een tikketje doen. Oh. Jij bent hem. Pak ons dan als je kan. Pak me dan. Nou, ik zal je pakken hoor. Ik ben nooit te pakken. Kom dan, kom dan. Nee. Mama en papa Big komen weer thuis. Ik hoop dat onze biggetjes slapen. Hallo. Is er iemand? Onze kleine biggetjes slapen. Net als onze grote biggetjes. Mama, mama. We dansten als zwanen. Peppa was erg goed. Ik moest heel sierlijk en mooi dansen. Wat enig. Zal ik voordoen wat we geleerd hebben? Nu eerst naar huis. Laat het dan maar zien aan papa en George en mij. Tot ziens. Peppa en mama Big komen thuis. Papa, George, ik laat jullie zien hoe je moet balletdansen. Is dat moeilijk dan? Het was makkelijk voor mij. Maar jij, George en mama vinden het vast heel moeilijk. Eerst wat muziek aan. Mooi. Goed, George, papa en mama, jullie moeten me nu precies nadoen. Mevrouw Gazelle gebruikte een raar woord, maar eigenlijk is het gewoon door de knieën gaan en springen. Ah, de petit jeté. Papa, je kent het rare woord. Mama Big en ik waren vroeger heel goed in ballet. Wees voorzichtig, papa Big. Onze favoriet was de pas de deux. Hopla! Dat kan ik me niet meer herinneren. Malle papa Big. We laten het balletdansen maar over aan Peppa. Ja, ik ben daar de beste in. Ik ben een sierlijke zwaan. Bravo! We drogen jou ook af. Kijk eens aan, papa Big. Helemaal droog. Oh? Het regent nu ook in huis. De vloer wordt helemaal nat. O jee, wat moeten we doen, papa Big? Geen zorgen. Papa Big gebruikt een emmer om de druppels op te vangen. Goed zo, papa Big. Makkelijk als wat. Hé? Wat? Oh! Snel, vind nog iets om het water mee op te vangen. Heel goed, Peppa. Zo makkelijk als wat. Mama, de donder maakt wel veel lawaai. Het is al goed, kinderen. Wees maar niet bang, hoor. Laten we tellen vanaf elke flits tot het dondert. Hoe hoger het getal, hoe verder weg het onweer is. 1, 2, 3. Dat is 3. 1, 2, 3, 4, 5. Dat is 5. Het onweer gaat langzaam verder weg. Het onweer is weer voorbij. Hoera! Door de regen ligt de tuin vol met modderpoelen. Peppa is dol op springen in modderpoelen. Iedereen is dol op springen in modderpoelen. Ik ben dol op onweer. Dan komen er modderpoelen. Splets, plats, splets, plats. Waar is het water? Waaah! Oh, Peppa, stop! Sorry, mama. Oh. Oh, Papa Big, draai maar gauw die kraan dicht. Oh, geen paniek jullie. Oh jee, iedereen is nat. Ho, 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 ho. Maar de auto is wel schoon. Wij ook allemaal. Droog je maar gauw af, dan poets ik de auto op. Goed, tot strakjes. Tot strakjes. Papa Big poetst de auto zo goed dat hij zijn gezicht erin kan zien. Wat een gek gezicht. Oh, nog meer gekke gezichten. Het zijn Peppa en George. En Mama Big. Wat glimt de auto toch mooi. Ja, ik ben echt heel goed in dit soort dingen. Stap in, ik rij wel vandaag. Is iedereen er klaar voor? Ja hoor! Daar gaan we! En beloof me dat de auto ook netjes blijft. Ja, Mama Big. Ja, Mama Big. Ah! Mama, nu heb jij de auto weer smerig gemaakt. Ho, ho, stoute mama. Stoute, slordige mama. Oma Big heeft pizza gemaakt voor de lunch. Kijk, salade. Gemaakt van opa's tomaten, sla en komkommers. Eet smakelijk allemaal. George heeft zijn pizza op. Maar George houdt niet van de tomaten, sla en komkommer. Oh jee, George. Hou je niet van salade? Nee. George, neem nou eens een klein hapje van deze heerlijke tomaat. Lek. George, dit is komkommer, hoor. Het komt uit de moestuin van opa Big. Ah. Neem een blaadje sla dan, George. Het is heerlijk. Oh, stil maar, George. Kijk eens wat ik doe. Nu is het een dinosaurus. Dinosaurus. George is dol op dinosaurussen. George eet de tomaten, sla en komkommer op. Heel goed, George. Wil je nog een beetje, George? Vol. George, zit je te vol voor nog meer tomaten, sla en komkommer? George zit te vol voor nog meer eten. George, zit je te vol voor maakt niet uit wat? George zit te vol voor maakt niet uit wat. Oh, jammer. Dan wil je vast ook niets meer van deze chocoladetaart. Chocotaart! Nee, maar volgens mij heeft George een trek weer terug. Ja, zag je bezig. De bellenblaas is helemaal op. Geen paniek, Peppa. Ik heb al een idee. Mama Big, wil je even een emmer halen? Ja, Papa Big. Peppa, haal jij wat zeep? Ja, Papa Big. George, haal jij mijn oude tennisracket? Een Een emmer, wat zeep, een tennisracket. Wat is Papa Big van plan? Eerst moet ik water hebben. Nu de zeep. En nu het tennisracket graag. Dank je. Let goed op. Oh, wow! Papa Big heeft zijn eigen bellenblaas gemaakt. Kom mee allemaal. Voorzichtig, Papa Big. Straks val je nog. Komt wel goed. Wow! Is alles goed, Papa Big? Ja, ik ben nog heel. Tjoe! Wow! Papa Big heeft de grootste bel ooit gemaakt. Oh nee, ik heb al mijn bellenblaas geknoeid. Dan kunnen we nu dus geen bellen meer blazen. Maar we kunnen wel in de modderpoel op en neer springen. Kijk! De bellenblaas van Papa Big heeft een grote modderpoel gemaakt. Hoera! Peppa is dol op springen in modderpoelen. Kijk! Door de bellenblaas komen er allemaal bellen in de modder. En Peppa is dol op springen in modderpoelen met bellen. Iedereen is dol op springen in modderpoelen met bellen. Een keeper nodig. Ik! Pedro, Pony en Kelly Konijn gaan snel op doel staan. Wij trappen af! Doelpunt! Karel Konijn heeft een doelpunt gemaakt. De jongens gaan winnen! Dat is niet eerlijk! We waren nog niet klaar! Hey, je speelt vals. Je mag de bal niet vasthouden. Jawel, ik wel. Ik ben namelijk de keeper. Zet hem op, Kelly. Scoren! Doelpunt! Hoera! Dit doelpunt is afgekeurd. Nee, mooi niet. Ja, mooi wel, hoor. Nee, mooi niet. Wat een hoop lawaai maken jullie. Papa, de jongens spelen vals. Nee, de meisjes spelen vals. Volgens mij hebben jullie een scheidsrechter nodig. Wat is een scheidsrechter? Dat is iemand die erop let of iedereen wel eerlijk speelt. Ik ben de scheidsrechter wel! Stop! Ik ben de scheidsrechter. Het eerste team dat nu scoort, heeft gewonnen. Hoera! Waar is de bal? Snel, maak een doelpunt! Doe iets! Doelpunt! Karel Konijn heeft een doelpunt gemaakt. Hoera! Wij hebben gewonnen! Oh. Voetbal is een stom spelletje. Wacht eens even. De jongens hebben in hun eigen doel geschoten. En dus hebben jullie gewonnen. Echt waar? Hoera! Wat is voetbal leuk, zeg! Polster, polster, glinstert mooier dan de maan. Wijs maar hoe we moeten gaan. De hele familie Big is aangekomen bij het huis van oma en opa Big. Oh jongens, ik hoop maar dat oma en opa nog niet naar bed toe zijn gegaan. Wat doen jullie hier nou op dit late uur? We willen de sterren graag zien. Peppa en George willen heel erg graag door jouw telescoop kijken. Ik snap het. Kom mee dan. Op naar de nok van het huis allemaal. Hier staat ze dan. Oude Bessie. Wauw. De hobby van opa Big is naar de sterren kijken. Goed, wie wil er het eerste kijken? Ik! Oeh, de Polster. Wij zeelui gebruiken hem om de weg naar huis terug te vinden. Papa gebruikte hem om de weg hierheen te vinden. Zijn er ook nog andere dingen in de lucht? Ja, Dit is een planeet. Die heet Saturnus. Wauw, wat zijn dat voor mooie ringen? Die zijn gemaakt van rotsblokken en ijs. Op Saturnus is het heel erg koud. Dan kunnen we een sneeuwpop maken, George. Snel, kijk. Oh. Dat is een vallende ster. Nu mag je een wens doen. Ik wens dat als George later groot is, hij zijn eigen raket heeft en dat hij mij dan meeneemt de ruimte in. En Mama Big heeft allemaal ballonnen. Ik vraag me af wat die verjaardagsverrassing voor Papa Big is. Papa is thuis! Snel, ga ook terug naar huis. Papa Big is klaar met werken. Hartelijk gefeliciteerd, Papa Big! Bedankt hoor, jongens. Wauw, wat een hoop kaarsjes zeg. Omdat je al zo heel erg vreselijk oud bent, papa. Je moet wel al je kaarsjes uitblazen in 1 keer. Ik ga mijn best doen. Hoera! En hier is je verjaardagscadeau. Dank je wel. Nieuwe laarzen. Fantastisch. Meteen proberen. Peppa, George en Mama Big hebben hun laarzen aan. En Papa Big heeft zijn verjaardagslaarzen aan. Hij heeft een klein modderpoeltje gevonden. Eens kijken of deze laarzen wel goed zijn. De modderpoel is iets te klein voor Papa Big. Ik heb toch liever een grote poel. Kom dan maar even hierheen, Papa Big. Oeh, wat is dit? Dit is jouw speciale verjaardagsverrassing. Sst, sst. Wat zijn die twee van plan? Een grote modderpoel, papa. Fantastisch. Mijn verjaardagslaarzen zijn perfect, hoor. Willen jullie er soms ook in? In mijn verjaardagsmodderpoel? Papa Big is dol op springen in modderpoelen. Iedereen is dol op springen in modderpoelen. Dit is de leukste verjaardag van mijn leven. Susie! Sst, Peppa, stil nou. Mevrouw Zebra is wakker geworden. We hebben het beste eetfestijn van de hele wereld. Wat is hier aan de hand? Jullie maken meneer Zebra wakker. Wie van jullie kan er een mooi verhaaltje voor het slapen gaan vertellen? Ik! Ik ook! Ik begin wel. Er leefde lang geleden een heel erg klein veetje. Nu ben jij, Peppa. En ze woonde in het grote bos. Ze was werkelijk prachtig. En ze had een toverstokje. Mooi hoor. Jouw beurt, Olivia. Wat gaat er nu gebeuren? Tja, dat weet ik dus niet. Zeg gewoon wat er in je opkomt. Zolang het maar niet saai is. Oké. Het kleine veetje ontmoette een groot monster. En die zei... Hé, dat is Giele! Wat is dit voor lawaai? Oh nee, het lawaai heeft meneer Zebra wakker gemaakt. Sorry, papa. Het kwam door het veeënverhaaltje. En het enge monster. Maar we willen graag weten wat er verder gebeurt. Ja, dat snap ik. Het monster zwaaide met zijn grote, harige klauwen. Ah. En hij stampte dreunend met zijn grote, harige voeten. Oeh. En hij zei... Twinkel, twinkel, kleine ster. Oh, wat sta je hoog en ver. Iedereen is in slaap gevallen door het liedje van meneer Zebra. grote heuvel opklimmen en naar het sleetje rijden kijken? Ja, graag! De vrienden van Peppa sleeën van de grote heuvel af. Woe! Yahoo! Wow. Oh nee, George is uitgegleden op de grote heuvel. Heel grappig, George. Maar zo grappig vindt George dat absoluut niet. Het is heel makkelijk om daar bovenuit te glijden. Misschien moet ik George dragen. Papa, kan je mij misschien ook dragen? Ho, al goed, Peppa. En nu maar hopen dat jij niet uitglijdt, Papa Big. Haha, allemaal maar, Mama Big. Weet je nog, ik kan heel goed mijn evenwicht bewaren. Nee. Laten we gaan racen! Ja! Klaar! Voor de start, af! Wee! Daar zijn we al, op de top van de grote heuvel. Wees voorzichtig dat je niet uitglijdt, Papa Big. Ik zal heus niet uitglijden. Ah. Wow! Wow! Papa is net een hele grote sneeuwslee. Wow. Wij gaan gewoon de sleerace winnen! Hoera! Peppa en George zijn de winnaars. Goed gedaan, Peppa! Mijn papa is een bijzonder goede sneeuwslee. Dit is niet grappig. Een klein beetje grappig is het wel, hoor. Ja, eigenlijk is het heel grappig. Wakker worden, Peppa en George. Het is vandaag Kerstmis. Papa, mama, wij hebben die kerstman gezien. En hij heeft deze cadeautjes gebracht. George krijgt een speelgoedtrein. Doet, doet. En Peppa krijgt... een jojo! Alle vriendjes van Peppa zijn er. Wat jullie allemaal wilden hebben. Schep toch niet zo op, Peppa? Het is waar. George en ik hebben de kerstman gezien. Daar komen oma en opa Big. Vrolijk kerstfeest, iedereen! Vrolijk kerstfeest! Moet je zien, daar staan allemaal grote laarsafdrukken. Oeh! En er zijn nog meer van die afdrukken op ons dak. Zien jullie nu wel? Het is waar, ik heb de kerstman echt gezien. Wauw! Vrolijk kerstfeest, Peppa! Je kan me toch niet raken! Je kan me toch niet raken! Dit is het beste kerstfeest van allemaal! Oh, oké. Jippie! Peppa en George graven Papa Big in het zand. Rustig aan. Zo. Jij kan nu niet meer weg. Ho, mijn hoofd wordt een beetje heet. Mag ik mijn strooien hoed? Nou, zeg eerst alsjeblieft. Mag ik alsjeblieft mijn strooien hoed? Ja, dat mag, papa. Dat is fijn. Misschien doe ik even een klein tukje nu. George, kom, we bouwen zandkastelen. Peppa en George gaan zandkastelen bouwen. Eerst doen we zand in de emmers. Kijk, zo. Dan keer je snel de emmer om en tikt erop. Je tilt de emmer op en tada! Een zandkasteel. En tada! En nog een zandkasteel. Peppa, George, we gaan naar huis. Zorg dat we niets vergeten. Even controleren of we niets vergeten zijn. Handdoek, strandtas, zonnebril en de gestippelde bal. Alles is er dus. En toch zijn we nog iets vergeten. Tuurlijk, we vergaten de hoed. Papa, we vergaten papa. Ja, we vergaten Papa Big. Wat? Papa, we lieten je bijna achter. Maar George vergat je niet. Nou, goed dat George me niet vergeten is. Peppa en George vinden het leuk om in modderpoelen te springen. Kom mee, George. Dan gaan we het aan papa laten zien. Al heb je ooit. Papa, papa. Raad toch eens wat we hebben gedaan. Even denken. Hebben jullie televisie gekeken? Nee, nee, papa. Zijn jullie in bad geweest? Nee, nee. Ik weet het. Jullie hebben in modderpoelen gesprongen. Ja, ja, papa. We hebben in modderpoelen gesprongen. Haha, kijk eens hoe vies jullie zijn. Oeh. Nou ja, het is maar modder. Laten we het snel schoonmaken, voordat mama het ziet. Papa, als we het schoongemaakt hebben, komen mama en jij dan ook spelen? Ja, we kunnen allemaal in de tuin spelen. Peppa en George hebben hun laarzen aan. Papa en mama hebben ook hun laarzen aan. Peppa vindt het leuk om op en neer te springen in modderpoelen. Iedereen vindt het leuk om in de modderpoelen te springen. Oh, Papa Big. Kijk toch eens hoe vies je bent. Het is maar modder. George! Peppa en Suzy spelen graag doktertje. George ook. Peppa luistert naar de longen van George. Nou, George, even diep ademhalen en hoesten. Volgens mij zit je hart los. Ik zal er een pleister op doen. Mondje open. Suzy neemt de temperatuur van George op. Oh nee, je bent echt heel erg warm. Je moet in bed blijven. Minstens 3 jaar. Papa Big komt George opzoeken. Oh nee, wat is er met George? Geen zorgen, papa. Het is maar een spel. George is onze patiënt. Oh, aha. Mag de patiënt bezoek ontvangen? Heel eventjes maar. Hij kan snel moe worden. Koekjes! Ja, die zijn voor George. Het is een medicijn, daar wordt hij beter van. Pardon, dokter. Kunt u me helpen? Ik heb pijn in mijn buik. Hihi, dat kietelt. Ik kan hem horen knorren. Ik denk dat je honger hebt, papa. Dan denk ik dat ik veel koekjes nodig heb om weer beter te worden. Ik ook. Ik ook. Ik ook. hap. 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 George heeft me gevonden. Nu moet papa zich verstoppen. Oh, maar ik vind dat George nog een keer mag. Maar George is niet zo goed in verstoppen. Ik weet zeker dat het dit keer beter gaat. Doe je ogen dicht en begin met tellen. 1, 2, 3... Oh jee, Peppa zal George 4, makkelijk vinden. 5, 6... George, kom 7, eens hier. 8, 9, 10... Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Oh, George zit niet onder de tafel. Maar George zit toch altijd onder de tafel? Heb je eraan gedacht om boven te kijken? Ik weet waar hij zit. George zit in de speelgoedmand. Oh. George zit niet in de speelgoedmand. Waar zou hij toch zijn? Peppa kan George nergens vinden. Papa, ik kan George niet vinden. Lieve help, waar zou hij toch kunnen zijn? Eigenlijk denk ik dat er iets over George in de krant staat. George, gevonden! Oh, George, maar jij hebt je goed verstopt. George had zich de hele tijd verstopt achter papa's krant. Ja, ik ben best goed in die dingen. Papa, mogen we nu vrolijke mevrouw Kip op de computer spelen? Dat moet je even aan mama vragen. Mama zei net dat we dat straks mochten spelen. Nou ja, dan is het goed. Maar ik weet niet waar de disk is. En nu ben ik! Nu is mijn beurt. Wat is daar toch aan de hand? Mooi, ik zie dat de computer het weer doet. En nu zwaai je met je armen op en neer en steek je je tong uit. En nu doe je je ogen dicht en draai je 3 keer rond. Heel vlug. Peppa's nieuwe trucje werkte weer niet. George heeft nog steeds de hik. Ik weet het. Om van de hik af te komen, moet het diggertje schrikken. George, ik ga je laten schrikken. Maar onthoud goed, het is maar een spelletje en je komt van je hik af. Dus je weet het, het is maar een spelletje hoor. Papa, je moet niet zo wild doen met George. Hij is nog maar klein. Sorry mama, ik wilde George alleen maar van de hik af helpen. De hik van George is weg. Daar komt Papa Big met 2 bekers sap. George, als je te snel drinkt, krijg je de hik weer. Ik ben niet zo klein als George. Ik kan mijn sap zo snel opdrinken als ik wil. Dat is niet grappig. Fietsen zonder zijwieltjes is niet makkelijk. Zal ik je even helpen, Peppa? Ja, graag, papa. Oké. Klaar voor de start? Af! Niet loslaten, papa. Niet bang zijn. Ik heb je vast. Dat gaat heel erg goed, hoor, Peppa. Hou me vast, papa. Gewoon blijven trappen. Peppa fietst alleen, zonder zijwieltjes. Papa, je liet me los. Haha, je fietst de hele tijd al helemaal alleen. Echt waar? Je bent er echt heel goed in. Meen je dat? Oh, ik kan het echt. Kijk mij eens. Ik kan echt fietsen. Kijk dan toch. Henkie, Susie, Kelly, kijk. Ik heb mijn zijwieltjes helemaal niet meer nodig. Kijk dan toch. Wedstrijdje naar papa's pompon. Wee! Peppa, kijk uit. Mijn pompoen. En ik ga winnen. Peppa kijkt niet goed uit. Wow! Lieve help, Peppa heeft papa's pompoen geplet. Sorry dat ik je pompoen heb geplet, papa. Geen zorg over de pompoen. Het belangrijkste is dat jij niets hebt. Maar in het vervolg moet je wel kijken waar je fietst. Dat beloof ik je, papa. Mooi. Nou ja, nu de pompoen geplet is, kan ik een mooi pompoentaart van maken. Lekker, pompoentaart! En omdat papa's pompoen zo groot is, is er genoeg pompoentaart voor iedereen. Hoera! Peppa zei toch, het brood is op. Mama, we hebben nog wel aardbeientaart. Goed, als er nog wat taart overblijft, mogen ze dat hebben. Iedereen smult van mama's zelfgebakken aardbeientaart. Oeh, een wesp. Ik haat wespen. Weg! Maak je niet dik, Mama Big. Het is maar een klein wespje. Oh, ga weg, wesp. Blijf stilstaan, lieverd. Dan vliegt hij wel weg. Zie je wel? Je moet gewoon stil blijven staan. Huh? Wegwezen. Bah! Wow! Help! Wow! Kst! Haal die wesp weg! Wow. Ik hoop dat papa niet gestoken wordt. Wow! Ga weg, jij naar beest! Nee, papa rent veel te hard voor dat kleine wespje. Wow. Kom, taart eten. Voor de wesp terugkomt. Oh nee, we zijn de eendjes helemaal vergeten. Eindelijk, ik ben hem kwijt. Ik had dat werkelijk nooit gedacht, Papa Big. Je bent dus kilo's kwijt? Ho, ho, ho. Gelukkig heb ik wel mijn aardbeientaartje weten te redden. Wacht, papa. We zouden taart bewaren voor de eendjes. Oh? Jullie boffen maar, zeg. Zeg maar dankje, Papa Big. Heel graag gedaan, hoor. Ho, ho. Kom, we gaan naar huis. Zeg de eendjes maar gedag. Dag, eendjes. Tot ziens weer. Papa Big, Peppa en George versieren de woonkamer. Dit is leuk! Opa en oma Big komen op verjaardagsbezoek. Gefeliciteerd, mama Big. Ga je niet mee naar binnen? Nee, dat mag nog niet. Papa Big, Peppa en George hebben nog geheime dingen te doen. Wat enig. Tot zo dan. Dag. Mama, wil je nu naar binnen komen? Natuurlijk. Ogen dicht. Hou ze goed dicht, mama. 1, 2, 3, kijk maar! Nogmaals gefeliciteerd! Wat een grote verrassing. Blaas de kaarsjes uit en doe maar een wens. Mama, mama, open je cadeau. Wat denk je dat het is? Ik heb geen idee. Maak open dan. Oh, wat een prachtige jurk. Oh. Oh. Wat ben je mooi, mama. En bij deze gelegenheid kun je het dragen. Wat is dit? 2 kaartjes voor het theater. Vanavond. Dank je. Mama Big gaat graag naar het theater. En oma Big en ik blijven hier om op de kleintjes te passen. Hoera! Wat een super verjaardag. Ik ben de gelukkigste van de hele wereld. En de allermooiste. Voor het tandveetje. Ze blijft wel erg lang weg. Het tandveetje laat behoorlijk op zich wachten. Waar blijft dat tandveetje? Wat hoort ze daar? Is dat het tandveetje? George, hoorde jij dat ook? Oh, George. Oh, dat was George dus. Hij was zo moe dat hij in slaap viel. George kan niet zo makkelijk wakker blijven. Maar ik wel. Ik blijf wakker totdat het tandveetje komt. Ik val niet in slaap. Het tandveetje is gekomen. Maar Peppa slaapt al. Hallo, Peppa. Wil jij soms deze munt hebben in ruil voor jouw tand? Wat is dit tand mooi schoon. Dank je wel, hè. Tot ziens. Peppa, George, opstaan. Het is ochtend. Wat? Ik sliep toch niet? Is het veetje geweest? Nee. Dus eventjes onder je kussen kijken. Oh, kijk, Peppa. Het tandveetje is geweest, want er ligt een munt. Hoera! Je sliep, hè, lieverd? Nou, misschien heb ik eventjes geslapen. Volgende keer blijf ik wel wakker, zodat ik dan het tandveetje kan zien. Ik weet het niet. Eens kijken. Wow. Ik vind hem zo mooi. houden? Nee, dat kan niet, Peppa. We mogen hem maar 1 dag lenen. Oh. Oh nee, het gaat regenen. Ja, ik doe het dak wel dicht. Welke knop moest ik daarvoor hebben? Oeps, dom van mij. Aha, dit moet hem zijn. Ah, de nieuwe auto sproeit Papa Big helemaal nat. Domme papa, dat is het dak niet. Deze knop. Oeps. Nee, niet die. Dit knopje. Ah, help! Papa Big is vergeten met welke knop je het dak sluit. Deze auto mag me vast niet. Probeer de rode eens. Hoera! Maar nou regent het niet meer. Mag het dak weer open? Ja. Welk knopje was het? De rode. Hoera! Hoera! Opa Hond heeft de auto klaar. Hij doet het weer. Hoera! Bedankt, Opa Hond. En zo is het goed. Dank je, Papa Big. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Ah, daar gaat toch niks boven je eigen auto. Ik vond die nieuwe mooi, maar ik hou toch meer van deze auto. En ik denk dat hij ook van ons houdt. Ja, toch? Deze piraat heeft een heel slordig handschrift. Die piraat heeft een prachtig handschrift. Nee, ik kan het echt niet lezen. Er staat duidelijk geschreven, volg de pijlen. Volg de pijlen? George heeft ze al gevonden. Stokken in de vorm van een pijl. Kijk, ze wijzen hierheen. Peppa en George volgen de pijlen. Kijk, George, een sleutel. Peppa is op de goede weg. Een sleutel. Goed zo, Peppa. Nu moet je de schatkist nog vinden waar die in past. Maar waar moet ik dan naartoe? Kijk nog maar eens goed naar de schatkaart. Kijk, Peppa, je ziet hier 2 appelbomen staan. Hier is een appelboom. En hier staat er nog één. Dan ligt de schat dus ergens hier. Laten we kijken. Oh jee, volgens mij ligt hier helemaal niets. Wacht eens, er ligt hier wel iets. Oh, een schatkist. Wow. Ah, goed zo. En hiermee kan ik hem openen. Wauw, niet te geloven. Gouden munten. Die zijn een fortuin waard. Het is veel mooier dan dat. Al die gouden munten zijn van chocola. En jullie mogen er allemaal eentje hebben. Hoera! Peppa en George smullen ervan. Iedereen smult ervan. Opa, oma, ik vond dit de leukste speurtocht ooit. Ik doe niet alsof. Ik lig zelfs in bed. Dokter Bruinbeer gaf me een drankje dat echt heel erg vies smaakte. Ik kom op bezoek, hoor. Nee. Ik trek dan mijn zusterpakje aan. Suzie Schaap komt op ziekenbezoek. Suzie is verkleed als verpleegster. Henkie Hond en Kelly Konijn zijn er ook. Hallo, Peppa. Hallo. Hoe gaat het nou? Ik voel me niet zo lekker, Suzie. Daarom lig ik in bed. Hoe kunnen we je beter maken? Mag ik wat sinaasappelsap? Oké. Peppa heeft het best naar de zin. Dank je, Suzie. En voel je je al beter? Een beetje. Henkie? Vraag eens aan mijn moeder of ik een ijsje mag. En Kelly, wil jij wat bloemen? bloemen voor me plukken uit onze tuin? Dokter Bruinbeer komt kijken of Peppa al beter is. Ah, mooi. Kijk, de zuster is er ook al. Hoe is het met de patiënt? Ik ben geen zuster. Ik doe alsof. Juist, ja. Zal ik dan zelf maar even gaan kijken? Ja, graag. Kijk eens aan. Geen enkele vlek. Je bent helemaal beter. Niet nog een beetje ziek. Hoe voel je je? Ik denk dat ik nog een paar dagen in bed moet blijven. Ik heb juist zin om lekker in de tuin te gaan ballen. Wie wil er meedoen? Ik ook! Ho, ho, ho. Kijk nou toch eens. Spontaan beter geworden. En dan het hoofd van de sneeuwpop. Nu nog zijn armen, de ogen en de mond. George heeft takken gevonden voor zijn armen. Peppa heeft stenen gevonden voor zijn ogen en mond. Dit is zijn gezicht. Nu moet hij alleen nog een neus hebben. Peppa vindt een wortel. En nu heeft hij een neus. De sneeuwpop kijkt heel vrolijk. Maar misschien heeft hij het koud. De sneeuwpop moet kleren aan. Tegen de kou. George heeft warme kleren gevonden voor de sneeuwpop. De sneeuwpop draagt nu een muts. Een das. En wanten. Mama, papa. Kom eens kijken. Mama Big draagt haar muts, haar das en wanten. Dat is de mooiste sneeuwpop die ik ooit heb gezien. Papa Big heeft het koud. Hij draagt geen muts of das of wanten. Papa, waarom draag je geen muts, geen das en geen wanten? Ik weet niet waar ze zijn. Ik kan ze nergens vinden. Ik denk dat ik wel weet waar papa's spullen zijn gebleven. Papa's muts, das en wanten zijn nu van de sneeuwpop. Oh. In het kasteel. Is Papa Big soms weer aan het kaart lezen? Ja, Papa Big leest inderdaad de kaart. En hij is een beetje knorrig op dit moment. Ik ben niet knorrig. Dit is de snelste route. Blijf de weg volgen. Dan verschijnt het windkasteel vanzelf. Dank je, opa Big. We volgen de hoofdweg en kijken uit naar het windkasteel. Dacht ik al. Kijk! Is dat het kasteel? Ja, het windkasteel. Kom op, auto. Kom op, auto. Je kunt het. Hoera! Peppa en haar familie zijn bij het windkasteel aangekomen. Wauw, wat hoog zeg. Laten we naar binnen gaan. Het uitzicht boven is fantastisch. Wauw. Wat een prachtig uitzicht. Mama, is dat niet opa en oma's huis? Ja, dat klopt. Het is zo ver weg. Laten we door de verrekijker kijken. Mag ik als eerste? Ja, maar daarna mag George ook kijken. Wauw. Door de verrekijker lijkt alles veel groter. Ik kan opa en oma zien. Kijk, George. Omie ik, opie ik. George zwaait naar oma en opa Big. Malle George. Opa en oma zijn te ver weg om jou te zien zwaaien. Wacht eens, we bellen ze op. Hallo. Opa Big, we kunnen jullie zien vanaf het windkasteel. Zwaai eens naar ons. Opa en oma zwaaien naar ons. Ik ben dol op het windkasteel.